Hoi, ik ben Lily en ik ben ook momenteel zwanger van mijn eerste en ik ben uitgerekend in juni. In het begin was het nog wel moeilijk, vond ik, omdat ik heel erg misselijk was, tot de 20 weken wel. Maar eigenlijk daarna voelde ik me echt prima. Nu de laatste weekjes merk ik wel dat het al wat zwaarder begint te worden, maar mag ik niet klagen. Over het algemeen sta ik in de ochtend rond een uur of 9 op. Ik zet mijn koffie, ontbijtje, ik schrijf mijn affirmaties en mijn journaling even op. Soms werk ik vanuit huis, maar soms ga ik ook naar het kantoor in het centrum. En daar kan ik aan mijn content werken. Vaak is het wel een hele volle dag en dan heb ik alsnog niet heel veel kunnen doen achter mijn mail. De zwangerschap heeft in principe niet heel veel mijn werk beïnvloed. Ik heb een vrij klein buikje, dus ik heb tot best wel veel weken zag je niet eens dat ik zwanger was. En ik merk sinds een paar dagen dat ik het toch wel iets rustiger moet doen. Ik wil iets meer slapen. Ik eet wel iets meer en ik drink ook wel meer. Ik heb gewoon een hele dag dorst. Een hele random craving was zeebanket. Over het algemeen ook wel hele gezonde dingen zoals aardbeien. Niek en ik zijn al... Volgens mij 19 jaar samen dit jaar. We zijn vorig jaar getrouwd ook. En ja, we zijn dus zo lang met z'n tweetjes geweest. Dus het zou wel echt een heel groot verandering zijn met die kleine erbij. Dus het wordt echt een heel nieuw chapter in mijn leven. Water drinken is gezond voor jou en de baby. Join de Spa Mama Club.